Hoi, leuk dat je kijkt naar Hoe speel je? Ik ben Melvin van Lobbes en vandaag leg ik je uit hoe je De Grote Dalmuti speelt. Het leven is niet eerlijk en dat geldt ook voor dit spel. Kun jij zo snel mogelijk al je kaarten wegspelen, dan word jij De Grote Dalmuti. Maar lukt het niet, dan eindig je als De Grote Dienaar. En wordt het alleen maar lastiger om weer op te klimmen en het spel te winnen. Dus wil jij weten hoe je De Grote Dalmuti wordt? Kijk snel mee, dan leg ik het je uit. Dit spel bestaat uit 80 kaarten, met allemaal een rang daarop. Voor de rest van het spel geldt, hoe lager het getal, hoe hoger de rang. Het getal 1 is bijvoorbeeld de hoogste rang, De Grote Dalmuti. En rang 8 is een stuk lager, rang 12 onderaan is de laagste rang. Ook zijn er nog 2 narren, die als jokers worden gebruikt. En voor het spel geldt ook dat van hoge rangen zijn er maar weinig kaarten. 1, van de aartsbisschop zijn er 2, de hofmaarschalk zijn er 3. En uiteindelijk van de lage kaarten, de lage rangen, zijn er heel veel. Zoals de steenhouwer en de boeren. Om te beginnen worden alle kaarten geschud en elke speler trekt om beurten een kaart en legt deze gelijk open. Spelen wij bijvoorbeeld met 4 spelers, dan trekken wij allemaal een kaart die wij gelijk openleggen. Trek je een kaart die iemand anders al getrokken heeft, dan leg je deze weg en trek je opnieuw een kaart. Degene met de hoogste kaart, dat is dus het laagste getal, wordt direct uitgeroepen tot De Grote Dalmuti. Dat is een voordeelspositie in dit spel. Hij mag gaan zitten op een plaats naar keuze aan de tafel. Links van hem gaat de speler zitten met de op 1 na hoogste rang. Dus dat is deze speler. Dus de speler die hier zit, gaat aan deze kant zitten. Vervolgens de daaropvolgende rang, de naaister en de steenhouwer tot slot aan deze kant. Dit zijn de rangen die verdeeld zijn. En die luiden als volgt. De Grote Dalmuti, de Kleine Dalmuti, de Kleine Dienaar en de Grote Dienaar. Speel je met meer dan 4 spelers, dan hebben de mensen met de middelste rangen, die dus hier tussenin zitten, geen specifieke titel. De cirkel eindigt altijd met de Kleine Dienaar en de Grote Dienaar. En de cirkel begint altijd met De Grote Dalmuti en de Kleine Dalmuti. Nu de startposities weer zijn bepaald, verzamelt De Grote Dienaar alle kaarten, schudt ze om... Nu de startposities weer zijn bepaald, verzamelt De Grote Dienaar alle kaarten, hij schudt ze en verdeelt ze 1 voor 1 over de spelers, zodat alle kaarten opverdeeld zijn. Nadat iedereen zijn kaarten heeft gesorteerd, kiest De Grote Dalmuti, dat ben ik in dit geval, kiest 2 van zijn kaarten uit om weg te geven aan De Grote Dienaar, de laagste speler. Ik hoef niet mijn laagste kaarten uit te kiezen. Ik mag ook voor kiezen om dit setje van 12, dat zal later blijken dat het eigenlijk best handig is, te houden. En bijvoorbeeld mijn 9 en mijn 10 uit te kiezen. Die geef ik aan De Grote Dienaar. De Grote Dienaar moet zijn 2 hoogste kaarten, dus met het laagste getal, teruggeven aan De Grote Dalmuti. Hij mag dus niet kiezen welke kaarten dit zijn, hij moet zijn hoogste kaarten aan mij teruggeven. En hetzelfde gebeurt tussen de Kleine Dienaar en de Kleine Dalmuti, maar dan met 1 kaart. Narren worden niet geruild. In elke speelronde begint De Grote Dalmuti met de eerste slag. Hij speelt een willekeurige kaart of meerdere kaarten van dezelfde rang. Dus ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen om 1, 8 te spelen. Met de klok mee moeten spelers nu een kaart of een set kaarten, als ik begonnen zou zijn met een set, met een hogere rang opgooien. Is de slag bijvoorbeeld begonnen met deze 8, dan kan deze speler zeggen ik gooi daar een hogere rang op. En zo blijven we doorspelen totdat iedereen gepast heeft. Als je namelijk niet kunt of niet wilt spelen, dan mag je passen. In plaats hiervan zou ik bijvoorbeeld ook 2 elfen hebben kunnen opgooien. En dan moeten we dus doorspelen met setjes. Hier mag je niet 1 10 opgooien, ook al is 10 hoger dan een 11. Hier moet je een setje opgooien, dus deze speler zou wel 2 tienen daarbovenop kunnen gooien. En zo wordt er weer doorgespeeld totdat iedereen uiteindelijk gepast heeft. De speler die als laatste kaarten heeft gespeeld, haalt de stapel weg en begint de volgende slag. Let op, narren zijn jokers. Deze kunnen elke rang aannemen. Dus deze kan ik bijvoorbeeld toevoegen aan een 3 om een setje te maken. Ook al heb ik niet nog die extra kaart. In zijn eentje gespeeld is dit de laagste rang. Dus nog lager dan een boer, dus eigenlijk een 13. Zodra een speler zijn laatste kaart of kaarten heeft uitgespeeld, wint hij deze ronde. Hij is in de volgende ronde dan de Grote Dalmuti. De speler die als tweede zijn kaarten heeft uitgespeeld, wordt de Kleine Dalmuti en zo verder. En er wordt doorgespeeld totdat er nog maar één speler kaarten in handen heeft. Die wordt de Grote Dienaar. De ronde is dan afgelopen. En iedereen moet opnieuw op de juiste plaats aan tafel gaan zitten. De nieuwe Grote Dalmuti, waar die ook zit, kan op zijn plek blijven zitten. En de rest gaat in volgorde om hem heen zitten. In dit geval heb ik dus wederom gewonnen. Dus ik kan op mijn plek blijven zitten. Deze persoon is als tweede geëindigd. Dus die gaat links van mij zitten. Vervolgens de kleine dienaar. En tot slot de Grote Dienaar gaat hier zitten. Als iedereen zijn nieuwe plek gevonden heeft, schudt de Grote Dienaar, want ja, die moet het vuile werk doen, alle kaarten en deelt ze opnieuw uit onder de spelers. Na elke ronde krijgt elke speler 1 punt voor het aantal onderdanen wat hij heeft. De Grote Dalmuti, in dit geval, heeft 1, 2, 3 mensen onder zich met een lagere rang. Dus die krijgt 1, 2, 3 punten. De Kleine Dalmuti heeft 2 mensen onder zich, dus krijgt 2 punten. De Kleine Dienaar heeft nog 1 iemand onder zich, krijgt 1 punt. En de Grote Dienaar is de laagste rang, heeft nooit iemand onder zich en krijgt dus 0 punten. Begint er een nieuwe ronde en heeft er 1 speler beide narren in hand, dan kan hij een revolutie uitroepen. Dat betekent dat er geen kaarten uitgewisseld worden tussen de Dalmutis en tussen de dienaren. In dit geval ben ik de Grote Dalmuti, dus ik zal waarschijnlijk niet die keuze maken, want voor mij valt dat gunstig uit. Maar stel je hebt als Kleine Dienaar de 2 narren in handen, dan kan het gunstig zijn om een revolutie uit te roepen. Dan hoef je geen kaarten af te staan die goed zijn. Als de beide narren in handen zijn van de Grote Dienaar, de laagste rang, dan kan hij zelfs, wat dan heet, een grote opstand uitroepen. Alle spelers wisselen dan van rang en plaats met de tegenovergestelde speler. Dus de Grote Dienaar wordt dan de Grote Dalmuti. En de Kleine Dienaar wordt de Kleine Dalmuti. Bij een oneven aantal spelers, stel hier zitten nog een aantal mensen zonder titel tussenin, dan behoudt de middelste speler zijn eigen rang. De rest wisselt om met de tegenovergestelde rang. Einde van het spel. Het spel eindigt na het afgesproken aantal rondes. 10 rondes is het meest gebruikelijk, maar je kunt er natuurlijk ook 20 of 30 spelen als je wilt, de hele nacht door. Degene die aan het einde van dat aantal rondes, en het einde van het spel dus, de meeste punten heeft gehaald, die wint. En dat was hem alweer. Dat is hoe je de Grote Dalmuti speelt en hoe je de Grote Dalmuti wordt. Geniet nog maar even van die kroon tijdens het spelen, want voor je het weet is die kroon weer weg. Dankjewel voor het kijken en veel plezier met het spelen. Hoi hoi!